Dames en heren, een hele goede morgen en welkom bij het webinar Kom alles te weten over Collector voor ArcGIS. Ik ben Ruben Bruining, ik ben Portrait Consultant bij SG Nederland. En voordat ik dat werd, heb ik 15 jaar bij een waterschap gewerkt, waar ik een groot deel van het mobiele GIS voor mijn rekening heb genomen. Dus ik hoop jullie te kunnen vertellen, niet alleen van mijn technische kennis, maar ook van een stukje praktijkervaring. Het ArcGIS-platform, u allen hopelijk wel bekend, beelden wij vaak zo uit. Een cloud waar alles staat, of dat nou ArcGIS Online of Enterprise is. De desktop software om het een en ander te kunnen managen. En dan hebben we API's en apps. En wat opvalt, is dat bij de apps eigenlijk het mobiele device, een aparte categorie is. En dit is wel belangrijk om te realiseren, omdat veldwerk voor of binnen ArcGIS echt een hele prominente plek krijgt. Om dan die kracht van die kaart, die kracht van die geografie goed in het veld te kunnen gebruiken. Als we het hebben over veldwerk, dan zijn er een hele rits met apps die relevant kunnen zijn. Vandaag behandelen we Collector voor ArcGIS. We hebben ook Explorer voor ArcGIS. Een app waarmee je met de kaart werkt, maar niet om te muteren, maar echt om de kaart te gebruiken. Tracker voor ArcGIS, een nieuwe app waarmee het mogelijk wordt om locatie te delen door veldmedewerkers. Navigator voor ArcGIS, een app om turn by turn te navigeren. Deze app is vooral erg handig als u uw eigen wegnetwerken heeft die niet gedekt worden door standaard navigatie apps. Survey123 voor ArcGIS, dat is onze formuliercentrische app voor veldwerkers. Hier gaan we donderdag uitgebreid op in. We hebben Workforce voor ArcGIS om opdrachten te verstrekken aan uw veldwerkers. Operations Dashboard, misschien niet zozeer voor veldwerkers, maar wel voor veldwerk. Dus die kunt u onder andere uitstekend gebruiken om de voortgang van het veldwerk te monitoren. En ik heb hier recent ook een webinar over gegeven. Dit kunt u terugvinden op de website van Esri, esri.nl. Dan staat hier ook nog ArcGIS Pro. Dit is toch de app waarin de data geprepareerd kan worden geüpload naar het portaal, et cetera. De eerste versie van Collector voor ArcGIS is uitgekomen in alweer 2013. Het is een ontzettend succesvolle app die er wereldwijd het veldwerk heeft veranderd. Er zijn ruim meer dan 1 miljoen downloads van in de App Store. En dan heb ik het nog niet eens over wat er nog bij komt uit de Play Store of mensen die het op Windows gebruiken. En er is in 2019, technisch december 2018, is er een nieuwe versie gekomen voor iOS. En zeer binnenkort, deze zomer, wordt deze ook vrijgegeven voor Android. Daarna gaan ze beginnen met de ontwikkeling van een Windows versie, zodat zowel op Windows, Android en iOS straks gewerkt kan worden met Collector voor ArcGIS. Deze nieuwe versie heeft ontzettend veel verbeteringen. Het gros van deze verbeteringen zijn zaken die u onder andere heeft gevraagd. Het is altijd mogelijk om ideeën en mogelijke verbeteringen in te dienen op de website ideas.argis.com. En hier worden dan ook heel veel ideeën uitgehaald als het gaat over het verder ontwikkelen van onze producten. Nou, wat zijn de grootste en belangrijkste verschillen van de nieuwe versie van Collector voor ArcGIS? Wat ik persoonlijk de allerbelangrijkste vind, is de nieuwe offline workflow. Het blijkt dat offline kunnen werken in het veld heel erg hoog op ieders verlanglijstje staat. Dit kon al met de Collector Classic. Dus de oude Collector voor ArcGIS. Ik zal u zo meer vertellen waarom ik die Classic noem. Maar dan moest de veldmedewerker zelf van tevoren allerlei handelingen regelen. En moest ook handmatig synchroniseren. En dat is allemaal verbeterd met de nieuwe versie van Collector. Uiteraard ga ik dit u ook straks laten zien. Een zeer, zeer veel gevraagde functie is het kunnen gebruiken van labels. En niet alleen maar labels aan zich, maar het is ook mogelijk om met Arcade wat intelligentere labels te maken. Smart mapping, dat kunnen visualiseren op meerdere factoren is mogelijk. En ook eentje die een
groot verschil maakt in het offline kunnen werken en überhaupt de snelheid om te werken, is de ondersteuning van vector base maps. Tot slot is de interface verbeterd, of veranderd, zeggen sommigen. En Arcade is ook toegestaan in de pop-ups. En er zijn nog veel meer veranderingen. Maar om nou te voorkomen dat het webinar één lange opsomming wordt, alleen maar hou ik het hier even bij. Omdat Collector for ArcGIS zo'n belangrijke app is voor veel organisaties, waar een heel groot deel van het veldwerk eigenlijk op steunt, is er besloten om niet de, ik noem het maar even voor het gemak, de oude collector zomaar te updaten. In plaats daarvan is gekozen om deze beschikbaar te houden. En deze heet nu Collector Classic. In ieder geval al voor iOS, en dat gaat binnenkort voor Android ook zo zijn. Dit betekent dat u gewoon met de collector zoals u hem altijd heeft gekend kunt blijven werken. En op het moment dat u het eventueel getest heeft of er klaar voor bent, over kunt stappen op de nieuwe collector. Nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen zullen echter alleen maar in de nieuwe collector gebeuren. De Collector Classic zal nog wel worden geüpdate als er grote bugs worden ontdekt. Tot slot zei ik al, in iOS is die in december vorig jaar uitgekomen. Android komt die deze zomer. Windows gaan ze dan ontwikkelen. Dus ik vermoed dat die ergens volgend jaar komt. En misschien nog even handig om te noemen, omdat het een term is die velen van u misschien eens voorbij hebben zien komen, dat het in de beta-fase bekend staat als het Aurora-project. Wat is dan het verschil tussen de oude en de nieuwe? Nou, u ziet hier een screenshot van de oude collector. U ziet puntjes op de kaart. De mogelijkheid om nieuwe punten toe te voegen. Een paneel wat erin schuift als u nieuwe waarden wilt toevoegen. En u ziet bovenaan best wel drukke balken met allerlei knoppen. Zet ik de nieuwe collector daarnaast, vallen een aantal dingen gelijk op. Het eerste is, de ondergrond is nu een vectortaal ondergrond. Dat zie ik doordat hij scherper is. En daardoor prettiger, onder andere daardoor prettiger om te gebruiken. In plaats van een balk die erin schuift met de mogelijkheid om nieuwe records op te voeren, heb ik heel erg clean, zou ik eigenlijk zeggen, rechts onderin een knop. Als ik daarop druk, dan krijg ik een menu wat ik wil toevoegen. En eigenlijk zijn bijna alle knoppen bovenin, die zijn verplaatst naar een menu. Dat is het menu wat onder de drie knopjes of de drie puntjes zit, rechts in beeld in het nieuwe collectorscherm. Omdat daar de mogelijkheid in zit. En daar vindt u al die functies terug. Dit betekent dat het een strakkere, cleanere interface oplevert met minder afleiding. Wat verder nog opvalt, en dat is het smart mapping element waar ik over had, is dat bij de oude collector heb ik de bomen gekleurd op de boomsoort. Maar rechts is de kleur nog steeds de boomsoort, maar het formaat van de stip geeft aan hoe groot de boom is. Dus ik kan ook visualiseren op meerdere waarden wat een rijker kaartbeeld mogelijk maakt. Leuk en aardig, slides en theorie. Maar ik denk dat het leuker is als we er gewoon eens mee aan de slag gaan. En ik begin in het portaal. Want voordat ik met Collector aan de slag kan, moet ik eerst een kaart maken. Ik heb hier meerdere kaarten in mijn portaal. En als ik hier naar de kaart ga, en ik open de kaart, dan zie ik dat deze kaart gaat over boominspectie in Rotterdam. En voor de oplettende kijker, die heeft misschien al gezien dat mijn ondergrondkaart heet Topo RD Vectortaals zonder bomen. Ik heb met de Vectortaal Style Editor heb ik de vectortaallaag aangepast en de bomen uit de ondergrondkaart gehaald. Als ik een boominspectie ga uitvoeren, kan het zijn dat bomen in de ondergrondkaart mij afleiden. En heb ik er dus voor gekozen om deze te verwijderen. Ik zie ook
dat er dus op meerdere manieren gevisualiseerd is. Ik heb het al gezegd. En ik zie ook dat als ik inzoom, er labels aanstaan in deze kaart. Laten we schakelen naar de iPad om te kijken hoe deze kaart er in de Collector app uitziet. Je ziet hier nu het scherm van mijn iPad. Ik kan dit heen en weer bewegen. Ik kijk live mee. En ik open hier de Collector app. Ik zie dat ik twee kaarten tot mijn beschikking heb. De boominspectie en de boominspectie offline. Die laatste, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Ik open nu om te beginnen de boominspectie app. Sorry, de boominspectie kaart. En ik zie dezelfde kaart die we net zagen. Ja, daar is die. Nou ja, allereerst de vector tiles. Ik kan inzoomen. Alles blijft scherp. En het verbruikt veel minder data en veel minder ruimte op je apparaat als je hem offline haalt. Verder zie ik labels. Dit is een label waarin Arcade gebruikt wordt. Want ondanks dat ik hem op de kaart net achter elkaar zag staan, zit er een klein stukje Arcade in waarvoor zorgt dat de boomfamilie en de boomsoort op verschillende regels staan. Dit is dus ook ondersteund. Verder kan ik, als ik dat wil, de kaart zelfs draaien. Dit was ook een veelgevraagde functionaliteit. En ik heb alle mogelijkheden van de Collector app. Ik zei al dat in het menu onder de puntjes rechtsboven, als ik daarop klik, krijg ik de mogelijkheden om mijn kaartlagen aan en uit te zetten, mijn bladwijzers te vinden, van basiskaart te veranderen en een object te meten. Dit zijn dezelfde functies die beschikbaar waren in de oude Collector app, maar nu netjes in een menu. Wil ik een nieuw object toevoegen, druk op plusje. En in dit geval zie ik wat in deze kaart geconfigureerd is om toe te kunnen voegen. En ik kan de locatie waarop ik dat doe wijzigen, et cetera. Ik ga eventjes inzoomen op het WTC. In het WTC, of bij het WTC, u alle hopelijk bekend van onze evenementen, kan ik meerdere bomen zien. En wat ik hier dus zie, is een boom van de plataanfamilie. En ik zie dat er foto's van deze boom bij zitten. Ik kan deze bekijken. Nou, het is een prachtige boom. Ik ben overigens geen boomexpert, dus als dit de verkeerde boom is, moet u mij dat maar vergeven. Er zitten in ieder geval foto's bij. En boven dat, wat ook interessant is, is dat ik zie dat er een gerelateerde tabel aan zit, namelijk een boomschadetabel. Deze tabel bevat in dit geval één waarneming van een boomschade. Ook deze kan ik weer openen, bekijken. Ik kan hem de foto's die erbij zitten bekijken. En ik kan een nieuwe waarneming toevoegen. Als ik dit doe, krijg ik weer een keuzelijst van wat voor soort boomschade het is. Enfin, je ziet het. Het zit allemaal. Ziet het er wat strakker uit. Het ziet er wat intuïtiever uit weer. Het is toch een verbetering ten opzichte van de oude app. Je kunt kiezen uit verschillende keuzemenu's als u dat zo configureert. En u kunt een foto maken. Ook de foto maken is nu direct één knop. Voor nu annuleer ik eventjes, want ik wil u iets laten zien wat eigenlijk een stuk, wat een nog veel groter verschil maakt, hopelijk ook voor u in het dagelijks gebruik. Ik zei al dat het heel veel vraag was naar een hele goede offline workflow. En ik denk dat die er nu is. U ziet hier dat ik een tweede kaart op mijn beschikking heb, Boominspectie Rotterdam Offline. Als ik die kies, dan zie ik dat ik één offline gebied heb. Als ik deze open, nou ja, ik zie welk gebied offline is gehaald. En verder werkt het exact hetzelfde
Ook hier kan ik weer naar mijn mooie boom bij het WTC. Ik zie er alle gegevens staan. Ik kan objecten opvragen. Alles wat ik eigenlijk kon in de online kaart. Maar ik werk nu wel offline. Wat een heel groot verschil maakt, is dat het synchroniseren ook automatisch gaat. Op de knop die er nu bij is gekomen, die is erbij gekomen omdat ik een offline kaart werk, zie ik dat ik nog steeds handmatig kan synchroniseren, maar er is het ook een knop aan automatisch synchroniseren. En dat betekent eigenlijk dat het voor mij als veldmedewerker niet meer uitmaakt of ik nou online of offline ben. Of mijn verbinding er wel of niet is. Ik ben gewoon aan het werk. Ik doe wat ik moet doen. Ik inspecteer mijn bomen in dit geval. En het systeem zorgt ervoor dat de data gesynchroniseerd wordt, et cetera. Ik hoef daar geen tijd, energie en aandacht aan te geven. Dan zag je misschien net al hier dat er een gebied is klaargezet. Ik kan nog steeds zelf een gebied toevoegen als ik dat wil. Maar het lijkt mij handiger als van tevoren de gebieden worden bepaald door de GIS-specialist. En ik wil graag laten zien hoe dat werkt. Daarvoor ga ik terug naar mijn portaal. In mijn portaal, in mijn content, had ik een tweede versie van deze kaart, de Boominspectie Rotterdam Offline. Als ik deze open, de eigenschappen hiervan, en ik ga naar het instellingen tabblad, zie ik hier dat de offline modus is ingeschakeld. Belangrijk om te weten is dat de offline modus alleen kan worden ingeschakeld als zowel de basiskaart als de lagen die u gebruikt in uw kaart de mogelijkheid hebben om offline te worden gehaald. Oftewel dat de synchronisatie-eigenschap is aangevinkt. Op het moment dat de offline modus is ingeschakeld, is het nu mogelijk om kaartgebieden te definiëren. U ziet hier de mogelijkheid om dit te doen. Je ziet ook dat er één kaartgebied beschikbaar is. En als ik klik op gebieden beheren, krijg ik de mogelijkheid om de bestaande gebieden te beheren, maar ook om nieuwe toe te voegen. U ziet hier het gebied van de boominspectie in het centrum wat u zojuist zag. Maar stel nou dat ik een gebied wil maken wat slechts de helft van deze bomen bevat. Dan kan ik dit doen door te kiezen voor nieuw gebied maken. Deze noem ik boominspectie West. En ik selecteer mijn kaartgebied teken tool en ik selecteer vervolgens de westelijke helft van de bomen op mijn kaart. Ik kan nu aangeven welk detailleringsniveau ik wil. In het geval van deze kaart is deze zelfs niet relevant. Het is een vector tile based map, waardoor altijd alle detailniveaus worden gedownload. Gebruik ik echter een traditionele rastertaal basemap, dan kan ik hier kiezen voor het detailniveau. En dit heeft grote invloed op hoe groot het bestand is wat ik download op mijn device. Tot slot heb ik de mogelijkheid van hoe vaak het geüpdate moet worden. Op het moment dat ik dit gebied ga opslaan, wordt er een extract gemaakt van de ondergrond en van de data, wat wordt klaargezet voor offline gebruik. En op het moment dat een gebruiker de kaart opent op zijn of haar device, wordt het naar dat device gedownload. De synchronisatie in Collector zorgt ervoor dat op het device, als het eenmaal gedownload is, het kaartbeeld continu, of in ieder geval om het kwartier dan, gelijk blijft. Maar ja, als een week later of een maand later een andere veldmedewerker ook met deze kaart wil, wilt u liever niet dat er een maand aan mutaties gesynchroniseerd moeten worden voordat er begonnen kan worden. Nou, dat is wat deze functie doet. Die zorgt ervoor dat het beginpakketje, als ik het zo mag noemen, om de zoveel tijd verversd wordt. Zodat als een nieuwe veldmedewerker komt, die nog altijd een vrij recente versie heeft van de kaart. Als ik deze nu opsla, ziet u nu ook
als status hierbij inpakken. En dat betekent dat mijn portaal bezig is om deze pakketjes klaar te maken. Schakel ik terug naar mijn iPad en ik refresh even deze kaart, dan zie ik nu ook dat er dus een nieuw kaartgebied bij is gekomen, Bouwinspectie West, wat op dit moment gegenereerd wordt. Dit als functie is trouwens ook nieuw van de nieuwe Collector app, de mogelijkheid om meerdere offline gebieden mee te nemen. U kunt bijvoorbeeld offline gebieden genereren voor, ik noem maar wat, beheersgebieden, als u een organisatie heeft of bent die heeft. En er zo voor zorgen dat elke veldmedewerker de data krijgt die nodig heeft. Wat gaat er dan nog in de toekomst gebeuren? Er wordt heel hard gewerkt aan een nieuw fundament voor het portaal. De webmap, zoals je die kent, die zal in de toekomst verbeterd gaan worden. Er zal intelligentie mogelijk gaan zijn over dus afhankelijkheid van velden, zoals je het misschien nu ook uit survey kent. De mogelijkheid om velden automatisch te berekenen. Maar ook de mogelijkheid uiteindelijk om group layers te gaan gebruiken en zo ook in pop-up data beter te gaan groeperen. Het staat dus allemaal niet stil. En u zult zien dat de komende jaar er heel veel verbeteringen gaan doorgevoerd worden die ook veel impact hebben op de Collector app en de andere veldwerk apps overigens. Voor nu denk ik dat de nieuwe Collector app al een enorme sprong vooruit is. Ik hoop dat u alle massaal overstapt op de nieuwe app. Ook de Android gebruikers kunnen dat binnenkort doen. Het is momenteel al wel mogelijk om via het Early Adopter Program deel te nemen en al toegang te krijgen, ook voor Android gebruikers tot de nieuwe app. Ik wil u ook uitnodigen om dat te doen, zodat u alvast kunt leren en kunt onderzoeken wat het voor je organisatie kan betekenen. Ik dank u nogmaals voor uw tijd en aandacht. Ik hoop dat u iets aan dit webinar gehad heeft. Ik wens u een hele prettige dag en dank u wel.